Hey, leuk dat je luistert naar de Kat Cool Know podcast. In deze podcastserie staat altijd de vraag, wat maakt jou rijk centraal? Waar krijg je energie van? Wat is jouw goud? En hoe ga je daarmee de wereld verrijken? Ik interview inspirerende, ambitieuze, creatieve ondernemers. En ik deel mijn gedachtenkronkels met je over rijkdom in de brede zin van het woord. Heel veel luisterplezier bij de Kat Cool Know podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Cool Know podcast. En vandaag heb ik een hele, hele leuke gast, namelijk Koen Kuipers. Hey Koen, welkom. Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Ja, wat leuk dat jij eindelijk in mijn podcast bent. Wij hadden al heel lang geleden een keer een afspraak dat we dat eens zouden gaan doen. En het kwam er maar niet van, ja. Van mijn kant vooral. En ik vind het heel leuk dat je nu eindelijk jouw verhaal komt vertellen. En ik ben heel benieuwd, Koen, wat doe jij zoal in het leven? Waar word je blij van? Vooral van reizen en schrijven. Dat zijn de belangrijkste dingen. En daar vloeit heel veel uit voort. Oké. Ja, want dat is alweer even geleden, 2020 waarschijnlijk, dat wij met elkaar in contact waren over een boek wat je toen aan het schrijven was. Ja, nou ja, Hardloopreis van Geluk. En destijds waren we bezig om te kijken om het manuscript om te zetten naar een boek. Ja. Het boek is er uiteindelijk gekomen. En daar ben ik heel blij mee. Niet zomaar een boek. Het is ook nog een heel, heel mooi boek geworden. Het is een zeer lijvig boek ook, hè? Want dat vond ik echt wel. Het zag er goed uit. En het is gewoon een heel bijzonder verhaal. Van jouw hardloopreis. Want jij loopt marathons. Toch? Op dat moment liep ik veel marathons. De hardloopreis ging van Gennep naar Palermo. En het waren 72 marathons in 112 dagen. Maar veel belangrijker is, ik liep voor de positiviteit, voor het kleine geluk. En dat is iets waanzinnigs om te doen. En jij omschreef dat. Ik weet er nog, destijds zo mooi. Je zei, ja, dit is eigenlijk een helder verhaal, maar dan echt gebeurd. Ja, en dat ja heb ik precies. Altijd onthouden, omdat ik het boek zo eigenlijk het beste kan omschrijven. Ja. Een positief helder verhaal. Ja, een heel positief helder verhaal. Waarbij je onderweg dan mensen vroeg van, goh, kan ik je ergens iets mee helpen of kan ik je ergens blij mee maken? En dan opdrachten vervulde. En ja, ik word daar dus heel blij van dat soort dingen. En ik heb eigenlijk altijd al als thema, wat maakt jou rijk? Waar word je blij van? Waar krijg je energie van? En dit vond ik echt wel ook iets, dat vond ik zo inspirerend meteen al. En ik heb uiteindelijk je niet echt kunnen helpen met het editen van het boek. Maar, want het had best wel, je had het toen al helemaal klaar eigenlijk. En het had best wel haast, dus dat lukte mij niet. Maar ik heb het zijdelings natuurlijk wel meegekregen, het hele proces. En supermooi wat er uitgekomen is. Ja, en via jou heb ik Yvonne gevonden. Die jou daarmee heeft geholpen. Ja, super. Nee, dat is heel leuk. Maar goed, inmiddels zijn we natuurlijk alweer wat verder. En heb je alweer nieuwe dingen geschreven? Vertel. Ja, ik heb nu ook een dichtbundel uitgebracht. Zwervers onder wekker. En dit gaat over rondreizen. Want ik ben nomade. Dus ik pas op huizen en katten door heel Nederland. En op een bepaald moment reisde ik precies 2 jaar rond en kwam ik hoe zou ik dat uitleggen?
Ik ben in december, om de tijdlijn een beetje te houden, ben in december 2019 begonnen met het oppassen op katten in Amsterdam, waar ik nu ook ben. In december 2021, precies 2 jaar later, kwam ik aan in Ulrum bij Groningen om een langer project op te zetten, waardoor ik even niet reisde. Dus dat was precies 2 jaar. En toen dacht ik, ja, dan wil ik gedichten uitbrengen die over die 2 jaar gaan. En dat is de dichtbundel geworden. Wat leuk. Ja, dus het zijn heel veel, het is vrijwel allemaal autobiografisch en je reist eigenlijk, je reist door die 2 jaar, middelste gedichten. Wat tof. Ja. 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 Maar ook wat ik ook jou ook hoor zeggen natuurlijk, is over je nomade bestaan. Oppas op katten en huizen. Wat leuk, wat interessant. Ja, het is ontzettend. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Doordat ik onderweg ben, kom ik andere mensen tegen, andere dingen, nieuwe ideeën. En dan ontstaan er weer leuke projecten. En ja, het houdt alles in beweging. Dus elke keer denk ik wil dit blijven doen, hoe onzeker of lastig het soms ook gewoon is. Ja. Maar het helpt me ook bij het schrijven, omdat ja, reizen zorgt voor het schrijven en andersom. Het houdt elkaar allemaal in stand, en dat is mooi. Het prikkelt de fantasie natuurlijk ook heel erg. Dat heb ik ook wel hoor. Dat ik inderdaad ook een tijdje gedacht heb dat ik ook misschien wel een nomadisch bestaan wilde hebben. Maar ja, ik bleek dus dat toch wel behoefte te hebben aan één vaste plek. Ik vind nog steeds reizen heel, heel leuk. Maar ik vind het vooral leuk om op andere plekken te zijn. Dat hele tussengevoel, dat vind ik niet fijn. Ze zeggen wel eens de reis is belangrijker dan de bestemming, dat vind ik niet. Maar wel in de overdrachtelijke zin, maar niet in het echt. En ik vind reizen eigenlijk vooral. Merkte ik dus veel gedoe. Maar wat ik wel heel leuk vind, en dat herken ik ook wel, dat oppassen op die huizen, en dat je dan, dat heb ik ook een tijdje gedaan, dat je dan inderdaad in zo'n omgeving van iemand anders, ja, dan krijg je ook andere ideeën. En nou, je kijkt dus in zo'n boekenkast, en daar kan je ook weer dingen van leren, ook over die mensen, maar ook over, weet je wel, wat je zelf verbreed je eigenlijk meteen, telkens je horizon. En dat is, ja, dat vond ik er ook heel leuk aan. Ja, dat is mooi. Mooi om te horen. Dat deel ik ontzettend. Het bereikt zo enorm. En wat misschien het lastige eraan is, is om te gaan met jezelf of met stilte of met eenzaamheid. En om te gaan met de onrust, met het landen, met het gronden op een plek. Dat heb ik de afgelopen maanden steeds beter, nou ja, eigenlijk weer herontdekt hoe ik dat moest doen. Omdat het best wel een aantal maanden lastig was. Ja, toen heb ik een aantal vrienden die ik ontmoet heb tijdens het reizen, die hebben mij daarbij geholpen. En dan hebben we nog de kat zelf. Ja, katten zelf zijn een soort van, kent die zijn zo in het moment dat die je vanzelf tot rust brengen. En Ja. ja, dat helpt me vaak ook om, dan ben ik vaak genoodzaakt om te aarden, omdat anders een kat gewoon, ja, die gaat dan gewoon andere dingen doen. Die zegt, nou ja, je bent veel te onrustig, dus ik ga ergens anders naartoe. Ja, dat klopt, ja. Dan taaien ze hem gewoon af, hè. Als ze dan naar buiten kunnen, zijn ze gewoon weg. Dan zie je ze niet meer. Maar ze komen in ieder geval niet bij je in de buurt. Nee, dat klopt. Maar die hebben een antenne. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Dat is ook wel. En als ze op je schoot zitten, kan je gewoon niet meer weg. Dus dan word je vanzelf tot rust gebracht. Ja. Dat is ja. Ik moet zeggen, ik heb dat ook inderdaad met katten. En dat vind ik ook wel altijd heel leuk. En ze voelen haar fijn aan als het niet goed met je gaat. Dat is ook wel echt zo. Maar ik kan me voorstellen, want hoe lang ben jij dan gemiddeld in zo'n oppashuis? Ja, gemiddeld tussen de 2 weken en 1,5 maand. Oké, Nou, ik denk oké. dat gemiddeld is misschien 2, 3 weken, dat is wel
Dat komt het meest voor. Ja. Ja. Ja, dus het is wel telkens weer schakelen. Maar goed, je komt ook op plekken waar je misschien anders niet zou komen. Dat is natuurlijk ook wel heel leuk Ja, daaraan. zeker. Ja. Ja, dus en je kan, dat is, lijkt me ook leuk, dat je gewoon even zo, ligt natuurlijk aan wat voor een huis het is, maar dat je dan even kan voelen van, hé, hoe is het nou in zo'n huis? Of is het nou om dit uitzicht te hebben? Of weet je wel, ja, dat vond ik er ook heel leuk aan. Ja. Ik heb toen een paar maanden op een huis gepast op Eiburg en dat was altijd mijn wens. Om op een eiland te wonen. En Eiburg is een soort van eiland. En dat had heel veel water. En ik had ook zicht op het water. En ik had een huis met 3 verdiepingen. En 2 badkamers. En 4 slaapkamers. Dus ik had ook mijn familie kwam logeren. En vrienden kwamen logeren. Want ja, ik had gewoon heel veel ruimte. En dat had ik daarvoor nog nooit gehad. Dus ik vond dat heel leuk. Dat gewoon, ja, kom maar logeren. Ik heb bedden zat, weet je wel. Zo dat gevoel. Ja. Dan hoefden ze niet op het terrasje in de woonkamer. Konden ze gewoon lekker een eigen kamertje hebben. En dat ik een tuin had waar ik dus ook rozen ging snoeien en zo. Dan moest ik op YouTube filmpjes gaan kijken van hoe ga ik dat doen. En dus dat is, ja, dat was heel leuk om dat ook weer te leren. Van nou, hoe werkt dat dan als je een tuin hebt en gras moet maaien. En ja, dat is zo grappig vond ik. Ja, dat is... Goh. Ja, dat is wel met huizen ook, dat ik merk, de grootte van een huis maakt eigenlijk nog niet eens zoveel uit. Het is meer van, het is ook heel veel wat er staat. Van, een huis met heel veel spullen, dat trekt mij over het algemeen wat minder. En als een huis groot is of klein is en gewoon redelijk minimalistisch is ingericht, dan voel ik me wel het meest thuis. En ja, het heeft met zoveel dingen te maken. De kat, de omgeving, de mensen zelf, de energie die daar hangt. Die kan je ook zelf hercreëren op dat moment. Ja. Ja, ik vond het heel spannend hoor, een huis met 3 verdiepingen. Want ik was altijd gewend om 1 verdieping te hebben en overzicht te hebben. En dan heb je in één keer allemaal geluiden die op andere verdiepingen zijn. Dat vond ik heel heftig, eerlijk gezegd. Ja, dus, maar goed, in ieder geval, het is wel, ja, het is gewoon heel leuk om zo'n levensstijl, tenminste vind ik, zo'n levensstijl te hebben. Omdat het gewoon, ja, it's never a dull moment volgens mij. Dat gevoel. Dat is wel zeker waar. Er gebeurt een heleboel. Ja. En dat is wel meteen moeilijk af en toe om niet om wel in het moment te blijven, zoals in dit moment nu. Om niet dan te denken, oh ja, wacht, er is van alles gaande. Ja, nee, nu is nu. Ja, dat is een kunst inderdaad. En het is ook heel, nou ja, het is ook knap als je het kunt. En het is ook iets wat je misschien wel kan oefenen. En ja, dat je het, als je dat vaker uitgedaagd wordt om het te doen, dat je dan ook ja, beter in kan worden. Ja. Deze podcast, Koen, die gaat ook over, ja, die gaat over rijkdom in de brede zin van het woord. Maar het gaat ook over geld. Want het is natuurlijk, het heeft ook met rijkdom te maken. Ja. En ja, ik ben echt wel nieuwsgierig naar. Wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Nou ja, vooral dat. Ja, dat je moet werken voor je geld. En ja, dat het zorgt voor een stukje zekerheid. En. Ja, dat je eerst eens moet zorgen dat je een baan hebt en dat je een huis hebt en dan nou, de rest, dat komt daarna. Dat is een beetje wat ik heb Ja. meegekregen uit huis. En, Ja, maar jij doet iets anders. dus ik, bij mij is dat 360 graden anders. Dat, nou ja, Ja. Niet helemaal, maar een groot deel wel. En dat is best wel een... het is een moeilijk proces geweest, ook met mijn ouders. Ja, om hen ervan te overtuigen dat dit is mijn bestaan, dit is hoe ik het wil doen. Maar ja, uiteindelijk zagen mijn ouders ook wel dat, ja, dat dit mijn levensstijl nu is. En ja... merkte als ik hun doen en laten ook meer accepteer. Zo van, ja, het is ook goed hoe jullie het doen. Weet je, er is geen goed of fout. Mm-hmm. Dat ook een beetje
Ja, dat haalde een beetje de angel eruit, dat je gewoon elkaar accepteert in hoe je leeft. En ja, dat ik mijn eigen levensstijl ook steeds meer ben gaan accepteren. Van in de zin van ja, dit is wat ik wil doen. En alle onrust en onzekerheid en het soms gewoon niet weten, dat hoort erbij. En het gaat er heel erg om hoe daar dan mee omgaan. Ja, dat is de kunst inderdaad. En met name als je gaat vergelijken met mensen die het allemaal helemaal anders doen, dan ga je denken van, oh ja, het is wel een beetje een rare lifestyle. Terwijl, kijk, als ik kijk naar de bubbel waar ik in zit, nou, we zitten allemaal in een soort van bubbel, dan ken ik nog meer mensen die op die manier leven en vind ik het niet zo raar. En denk ik bij mezelf, wat cool dat het jou lukt om dat te doen. Ik heb na een jaar geconcludeerd dat het voor mij te veel onrust bracht. Maar nog steeds vind ik het heel mooi als ik kan zien van hey, er zijn ook andere manieren om je leven te leven. En het hele huisje, boompje, beestje verhaal, dat kan ook op een hele andere manier. Want wat jij natuurlijk doet door op deze manier te leven, is ook nog eens een keer dat je andere mensen helpt die bijvoorbeeld een tijdje weg willen en zitten met van ja, wat moet dan met mijn kat en wat moet met mijn huis? En het is fijn als er iemand is die, ja, die dat huis lekker ook kan ervaren. Ja, dat is zeker Ja, zo. weet je. Ja. Dus, en ja, dat er dan wel of geen geld bij te pas komt, ja, dat is eigenlijk helemaal niet relevant. Daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. En op die manier naar het leven kijken, ja, dat verbreedt je horizon wel degelijk. En mensen die denken van, ja, dat kan niet, want ik heb geen geld. Nou ja, jij en nog meer mensen die ik ken, bewijzen van, nou, dat heeft daar allemaal niks mee te maken. En daar is genoeg over te zeggen, maar ik denk ook dat het een beetje uiteindelijk maak je je eigen leven en hoe je dat wil inrichten, ja, dat maakt niet zoveel uit. En ik wil het op deze manier inrichten. En natuurlijk zijn er altijd dingen die ik misschien die ik nog anders zou willen. Ik zou wel meer willen reizen bijvoorbeeld, maar ik ben heel blij met hoe het nu is, hoe het hier. Ja, dat ik hier nu ben en dat ik dit op deze manier kan doen. Nou zo. En meer willen reizen, dus misschien ook nog wel afhankelijk van als je een internationaler netwerk zou hebben, dan zou je misschien wel meer kansen hebben op dat vlak ook. Want ja, ik kan me voorstellen dat mensen in andere landen ook dieren hebben waarop gepast mag worden. En dan heb je misschien, nou ja, dan heb je alleen de reiskosten misschien waar je dan wel geld voor nodig hebt, natuurlijk. Ja. Maar ja. Nou ja, maar dat is ook, je creëert die mogelijkheden uiteindelijk zelf. Dus je kan daar, ik heb gaandeweg geleerd dat je kan heel veel dromen hebben, maar als je er niet naartoe werkt, dus je geen stappen zet, dan kom je er niet. En Nee. dat is met dit ook, dat ik de intentie uitspreek van, ja, ik ga meer reizen of ik ga ook weg. Ga ook naar andere landen toe om daar op te passen of om daar te schrijven, wat dan ook. En ja, dan ga ik daarnaast kijken van oké, okay, wat is de eerste stap? En die probeer ik dan te zetten. Dus ik weet ook van dat gaat wel komen. Ja, nou ja, en anders kan je. Jij gaat gewoon lopen. Ja, toch? Je gaat gewoon hardlopen en dan kom je er ook. Nee, maar dat is. Ja, nou, ik vind dat vond ik heel inspirerend al aan jouw verhaal. En ook gewoon dat je inderdaad. Ja, in die zin gewoon je hart volgt. Want je wil graag schrijven. Je gaat gewoon schrijven. Je maakt gewoon een mooie dichtbundel. En dan heb je het verlangen om op een podium te gaan staan. En dan, ja, op een of andere manier regel je dat dan ook weer. Dat je op mooie podia kan staan. Dat vind ik wel heel tof Ja, maar het te is zien. altijd en dat, het is altijd heel eng. Dus het is nooit dat ik heb de reactie wel eens van iemand gehad. Ja, maar jij doet allemaal dingen zo. Ik zeg, oh, maar dat is niet hoe het werkt. Dat ik wel denk, ja, maar elke keer die stappen zetten om te gaan hardlopen of om een boek te schrijven. Dat ik ook denk, ja, maar hoe schrijf ik dan een boek? En kan ik dat wel? En er gaan heel veel twijfel gaat eraan vooraf. En de keer Ja. dat ik op een podium ging staan, was ik zo angstig dat ik denk, wat doe ik dit wel? En dan doe ik het uiteindelijk een aantal keer. En dan
dan merk ik, ja, oké, dit kan ook gewoon. Maar er gaat heel veel, en elke die, ik denk ook die angst, ja, ik weet niet of die, nou, of die spanning, die verdwijnt volgens mij niet. Tenminste, ik heb dat nooit, dat dat verdwijnt, maar het is, je leert daar mee omgaan, omdat je, ja, omdat je er bekend mee raakt. Dat is het gewoon. Ja. Je doet het vaker en je weet, oh ja, dit is het gevoel. En nou ja, dan komt het, daarna komt het goed. Het is een soort, misschien is het wel een soort nieuwe comfortzone of zo. Of heb je, is het de wens om je verhaal te delen groter dan de angst om dat podium op te klimmen? En dan ga je dat gewoon, nou, dan ga je toch voelen van ja, jeetje, maar ja, maar ik wil dat gevoel daarna, dat is wel een fijn gevoel. Ja. Dus dan ga je daarvoor. Zo dat, ik denk dat het daar een beetje, het is met parachutespringen heb je dat ook. Je zit in dat vliegtuig en je denkt, heb ik gedaan in mijn eentje. Oh, Uit het vliegtuig gesprongen. En dan zit je in dat vliegtuig en dan is er nog wel zo'n klein moment dat je denkt van, oké, wat ga ik nou eigenlijk doen? Weet je wel, shit. En dan zit je dan moet je eruit springen. Dat zijn van die momenten dat je denkt van, wow, oké, waarom wou ik dit ook weer? Bij mij viel het wel mee, ik had er heel veel zin in. wow. Maar, en dan vervolgens spring je. En dat is een van de mooiste, ja, dat is het mooiste gevoel wat er is in mijn ogen. Dat je zweeft en dat je dat geluid van de lucht zo. Dat is echt, dat Ja. is zo'n fantastisch rustgevend gevoel. En als je weet van, oh, dat gevoel ga ik dan krijgen, ja, dan ben je veel eerder bereid om dat vliegtuig uit te springen. Maar van tevoren weet je dat niet. Dus je moet dat eerst ervaren en dan denken van, oh ja, shit, ja, dat gevoel. En dan onthouden ook van dat gevoel is. Maar dat gevoel, dat ik merk dat dat in heel veel dingen, heel veel van die dingen zit die je doet, dat je dat herkent van, oh ja, nu stap ik. Ja, weet je, buiten het pad of wat dan ook. Of ik doe iets wat ik nog nooit heb gedaan. Of hoe ga ik dit dan doen? Maar ik wil het heel graag doen, want ik wil iets geven of ik wil iets moois doen. Dus ik doe het. Ja. Dan is elke wat jij omschrijft, is precies zo. Dan denk ik, oh man, wacht, nu sta ik voor het eerst in het theater. Maar hoe ga ik dat dan brengen? Hoe moet dat dan anders? En dan denk ik, nou, in ieder geval anders, want ik wil iets anders maken, dus dan breng ik het anders en dan ga ik er staan en dan doe ik het. Ja. Maar dat moment zelf is altijd van, oh, ik zou eigenlijk liever gewoon Ja, gewoon weer mag ik teruggaan, alsjeblieft ergens maar dan doe, zijn? omdat je het herkent, ga je dat toch voor. Ja. Ja, en dat is dat. Ik vind dat dus heel inspirerend. Dat je dus de angst, feel the fear and do it anyway. Hè? Dat gevoel. En dat je dus een soort van daarmee gaat dansen. Want je wil toch elke keer weer jezelf ook weer een beetje, ja, expanden. Of je wil weer je ervaringen toch. Je wil je rijkere ervaringen hebben. En ja, dan doe je het toch maar. Ja, nee, Ja. superleuk. En herkenbaar ook. En ik moet zeggen dat ik me nog best wel vaak laat tegenhouden. Dus ik vind het heel mooi van jou ook te horen van, nou ja, dat je dan inderdaad ook super bang bent. En inderdaad, die angst gaat niet weg. Dus je moet het niet doen omdat je bang bent. Want het gaat toch niet weg. Dus ja, Maar ik dat laat me is geen ook reden. geregeld nog tegenhouden hoor. Het is dat het Ja. meer, het is ook als je het, ja, hoe is het, als je het herkent, of als je jezelf, dat heb ik dan ook even onderweg geleerd van vrienden. Als je jezelf van buitenaf observeert, dan kan je daar veel makkelijker mee omgaan. Dus als je ziet, oh, Ja. ik ben nu heel gestrest of ik vind dingen heel spannend. Ja, zoals toen ik een ode, nou ja, ik bracht een ode aan Jacques Brel, om Jacques Brel maar vast te noemen. En ik dacht, maar wat moet ik met die energie? Want die man die is zo groot voor mij. En op een gegeven moment dacht ik, ja, oké, ik ben gespannen en ik ben gestrest, maar ik wil dit heel graag doen. Dus ik ga daar gewoon staan en ik ga dat doen en ik weet wat ik wil vertellen. En achteraf, ja, was het iets heel moois wat ik heb gedaan. Ja, dus dan observeer ik mezelf steeds beter van, oh ja. Oké, dit is nu wat er in me omgaat, maar het komt goed. Ja, en dat is moeilijk hoor. Ik vind het nog steeds ontzettend moeilijk. Maar ja, het is voor mij wel een manier om die dingen te blijven doen. Ja. Ja,
Hey, Koen, en nou, we hadden het natuurlijk al eventjes over geld. Nou, jij doet heel veel dingen ook zonder geld, of in ieder geval op een andere manier. Maar als jij geld hebt, waar geef je het dan graag aan uit? Ja, voornamelijk aan praktische dingen. Dus, nou ja, soms heb ik iets nodig of is iets kapot. En denk ik, nou, dat zou handig zijn als ik dat dan kan vervangen. Nou, bijvoorbeeld een laptop. Dat ik denk, ja, dat zou misschien wel een nieuwe laptop willen, omdat dat ook handig is voor mijn werk. Omdat ik ook websites bouw. Zo, en maar eigenlijk, ja, voor de rest is het boodschappen en af en toe koffie en bier en ja, weet je, dingen daar. Dat ik eigenlijk het liefst uitgeef aan praktische dingen en aan gewoon ervaringen. En voor de rest eigenlijk echt spullen kopen. Van, oh, dat moet ik hebben. Dat heb ik eigenlijk, ja, vrij Is ook zelden. helemaal niet handig natuurlijk. Nee, dat is ook niet handig, Maar dat is omdat je dat moet meestal. meenemen. Dus mensen zijn altijd heel, zeggen, oh, wil je dat dan niet hebben? En zeg, ja, maar dan moet ik dat meenemen in mijn rugtas. En ja, als het gewoon iets kleins is, dan kan het misschien wel. Maar alles, alle bezittingen, alles is één ding. En dat is weer een extra ding waar ik dan op moet gaan letten, of ik dat bij me heb. Ja, dat herken ik ook wel van mijn jaartje zwerven. En dat past dat in mijn koffer? Nee, past niet in mijn koffer. Nee, dan hoef ik het niet, weet je. En ook niet zo van, oh, hoeveel gewicht is het? Nee, laat maar zitten. Goede rugzak, daar heb ik wel goed in geïnvesteerd. Dat vond ik wel fijn met veel vakjes en dingetjes waar je praktische dingetjes. Maar ja. En Koen, als jij je laatste tientje hebt. En misschien, ja, ik weet niet of je dat vaak hebt meegemaakt, maar je hebt nog één tientje. Je weet niet precies wanneer er weer geld komt. Waar geef je dat tientje dan aan uit? Of geef je het niet uit? Ja, en ik heb dat ook meerdere malen meegemaakt. Dan geef ik het uit aan boodschappen. Ja. En als je er één vindt, een tientje op straat? Ja, goede vraag eigenlijk. Nou, ik denk iets. Ik denk dat dat niet anders is. Nee, Omdat ik het is gewoon dan iets zie van, praktisch. oh, ja, of ik gebruik het net voor iets wat ik dan op dat moment nodig denk te hebben of wil gaan doen. Dan denk ik, oh, dat tientje komt nu ineens en nu kan ik dit wel doen of nu kan ik naar dit optreden. Dat zou ook kunnen, dat er een muzikant optreedt en dan denk ik, oh, daar wil ik eigenlijk toch naartoe. En dan vind ik ineens ergens een tientje en dan denk ik, nou ja, dan kan ik daar misschien naartoe. Zo. Ja, leuk. En stel dat je zo'n kraan hebt zo en er komt gewoon oneindig veel geld uit. Niet een miljoen of een miljard, maar gewoon the sky is the limit. Het geld kan gewoon niet op bij jou. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Ja, ik heb daar wel eens over nagedacht. En in feite redelijk hetzelfde zoals het nu is. Behalve dat ik dan meer zou reizen, meer zou optreden, meer verhalen zou vertellen ook. En zeker dan aan kinderen op scholen. Ja, dat is dan iets wat vastzet, omdat daar vaak ja, moeilijk geld voor te krijgen is. Dat kan wel, maar dat is vaak lastiger. Ja, en daar, weet je, daar begint het. Ja, kinderen hebben nog dat ontdekken of dat avontuurlijke in zich. Kinderen zijn eigenlijk nog een soort ontdekkingsreizigers. Dus als je daar het zaadje kan planten, ja, dan. Dus dat zijn dan veranderingen die ik dan wel zou maken. Maar voor een groot deel is het ook al, ja, dat ik nu kijk van het leven nu, dat is, ja, daar ben ik al heel blij mee. Ja, dus het is meer zo van, nou, als ze me dan niet zouden kunnen betalen om ergens iets te doen, dan kan ik het gewoon, want dan heb ik toch geld genoeg, dus kan ik gewoon dan allemaal gratis doen. En ja, het is natuurlijk wel zo, ja, kinderen leren die dingen allemaal niet op school, hè? Dat is zo jammer. Ja.
Ja, hoe tof is het dat je dat daar dan kan vertellen? Ja, Ja, en super. meer schrijven. Dus meer schrijven voor kranten of tijdschriften om gewoon je verhalen te delen. Omdat het ook een manier is om gewoon een andere levensstijl te laten zien. Zonder dat daar dan, weet je, iets belerends aan vasthangt. Want ja, ik heb ook maar gewoon een bestaan. Maar dat mensen zien, hey, dat is ook een manier. Ja, Dus ja. waarschijnlijk zou ik het dan inderdaad en meer reizen, ook samen met veel mensen en meer schrijven en meer optreden. Ja, nou is eigenlijk gewoon meer van wat je nu al doet, dus ja. Ja, voor een groot deel wel. Er zijn altijd nog tientallen dingen. Ja. Ik heb ooit een lijstje gemaakt, tientallen dingen die ik nog in mijn leven wil doen. Dus er is nog genoeg wel, maar ja. Maar je gaat niet een huis kopen. Nee, dat zie ik mezelf nooit, nooit, want nooit is altijd zo definitief. Maar die kans is heel klein dat ik ooit een huis koop. Ja. 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 Of een camper of een, nou Ja, ja, dan zou ik zoiets. eerder inderdaad mee. Ik zou niet kunnen. Ik heb wel een rijbewijs, maar. Of nee, die is verlopen trouwens. Dus ik kan ook helemaal niet rijden. Ik vind het ook helemaal niet leuk. Ik ook Dus niet. Nee, ik dan heb het zou ik ook. iemand moeten naast me moeten hebben. Een levenspartner die dan de camper bestuurt. Ja, nou ja, goed, zet het op het lijstje. Je weet maar wat. Ja. Maar nee, leuk. Als ik jou vraag, wat maakt jou rijk, Koen? Waar denk jij dan aan? Ja, ik denk gewoon je eigen, het rijkste maakt me gewoon dat ik mijn eigen pad volg, dat ik mijn eigen leven creëer. Ja. Kijk, nu is dat reizen en schrijven, is dat ik denk, ja, dat is wat mij nu heel erg rijk maakt. Ja, dus het is een beetje van beide, denk ik. Maar dat leven, of je eigen leven leiden, dat je echt zegt van dit is wat ik wil doen en dat ga ik, weet je, uitstralen en dat ga ik visualiseren en dat ga ik omzetten. En ja, zo, dat is iets enorm rijks, wat ik ook de laatste, nou weet je, het laatste half jaar heb ervaren hoe dat, steeds meer ervaren hoe dat werkt. En dat je het gewoon echt ziet gebeuren. Ja, dus dat je denkt, wow, wat gebeurt er hier in het universum? Ineens komen er allemaal dingen naar je toe. En dan denk je, oh ja, dat had ik, daar had ik, daar ben ik de hele tijd mee bezig. En dat had ik gewenst. En dan komt dat ineens. Ja, Ja. dat is ook iets enorm rijks en bijna iets wat niet te bevatten is. Ja. Ja, dus jij bent daar gewoon heel goed in, het manifesteren, zoals dat dan zo hip heet. Nou ja, ik ben lerende door onderweg te zijn en door mensen tegen te komen die daar ja, meer al mee hebben gedaan en die mij op andere gedachten brengen of die mijn ja want ja de kracht van je gedachten dat is de basis. En dat wist ik nooit. En dat wordt ook niet op school geleerd. En niemand had het daar, nou ja, iemand die ik ontmoette had het daarover van, ja, maar het is heel erg, je hebt het universum en je kan manifesteren en je kan gewoon iets intenties zetten. En ik dacht, wow, wat is dit? En zo ben ik langzaam, heel langzaam, leer ik hoe dat werkt. En leer ik daar ook dankbaar voor te zijn. Ja. Ja, dat is natuurlijk de key, hè? De key is de dankbaarheid. Als je het allemaal for granted neemt, als je allemaal denkt van, nou joh, dat komt mij allemaal toe, dan komt het niet meer. Maar als je inderdaad gaat voelen van, ja, maar. En je leert natuurlijk ook, dat is ook het leuke ervan, dat je ook steeds meer leert van, oh ja, wat wil ik dan eigenlijk? Waar verlang ik dan Ja. naar? Wat is dan dat ding wat ik dan wil? En hoe moet dat dan? En voor de een is het moet het heel specifiek zijn, hè? En voor de ander gaat het meer over een gevoel, van welk gevoel wil ik dan hebben?
En dat is dan per persoon verschillend. Ja. Maar ja, in principe manifesteren we natuurlijk de hele dag ook negatieve dingen. Ja, En er wordt dan altijd gezegd van ja, manifesteren, dat is iets positiefs. Maar dat hoeft helemaal niet, kan ook negatief. Want het is die kracht van de gedachte inderdaad die beïnvloedt van hoe jij je voelt. En nou ja, welke actie je ook onderneemt daarop. En ook of je hebt ook een beetje bewijs nodig, denk ik, om te geloven dat het werkt. Dan moet je gewoon een paar keer meegemaakt hebben van hey, ik had dit voor ogen gezien en nu sta ik hier gewoon. En dat je dat realiseert. En ik had het laatst, had ik het dus, dat ik echt dacht, oh, maar dit is, ja, weet je, dit klopt helemaal. Of inderdaad had ik het een aantal keer. En dat ik ook dacht van, ook als het dan, als je je minder voelt, of als je je moe voelt, of je voelt je leeg, of dat het heel vaak is, of depressief zelfs, dat ik wel denk, oh ja, maar dat je dan ook, dat ik me dan ook richt tot de kosmos of ja, God, hoe je het wil noemen. Voor mij is dat tegenwoordig allemaal eigenlijk hetzelfde. En misschien roep ik dan tegen heilige huisjes, maar ja, dat is voor mij wel. Voor mij is er één grote, ik denk daar ook zo over. Één grote kracht. En ook dankbaar te zijn als het minder gaat. Omdat ik heb ervaren dat het wordt gewoon in werking gezet. Dus ja, het is soms echt maf hoe dat gaat. Ja, ik vind het ook fascinerend. En ik vind het ook een heel prettig idee als het zo is dat je het een beetje, dat je, nou, ja, dat je er meer invloed op hebt dan je denkt. Dat vind ik lekker. Een fijn idee. Zo van, weet je, als ik het me goed voor ogen hou en als ik goed weet van, hé, dit wil ik, dan kan het ook. En ja, dat schept gewoon mogelijkheden. En dat is natuurlijk altijd fijn. Maar het moeilijkste is Dus, om het dan los te laten. Dat ik ook ja, dat je is. schrijft het op. En van wat zijn de dingen. Ja, blij schrijven. Was ik tegengekomen, is dat je blij en dankbaar bent voor iets wat. Ja, dat is dan. Ja, dat is eigenlijk dus al gebeurd. Maar dat is dan nog in de toekomst. Maar dan schrijf je dat op. Ik ben blij en dankbaar dat ik oneindig veel energie heb. Om maar wat te zeggen. Ja. En dan moet je dat daarna eigenlijk meteen weer gewoon laten. Ja. Dat is wel, omdat het is wel fascinerend. Maar als je de hele dag bezig bent van, oh ja, ik moet manifesteren. Ja, dat werkt niet. Je moet het gewoon één keer zetten en dan vertrouwen dat dat goed komt. En ook als het niet direct komt, dan, ja, weet je, dan, ja, dan blijf je vertrouwen. Dan is het onderweg, hè? Dan is het onderweg. Het is zo dat je soms wordt dus gewoon een soort mindfuck. Dat je denkt, ja, maar ik ben toch. En dan, ja, en dan, ja, wat voor mij dan werkt, is gewoon om gewoon ergens gaan wandelen of gaan lezen of een beetje dansen of ja, gekke dingen gaan doen. Dat ik ook denk, ja, je moet het ook weer niet allemaal te serieus nemen. Je leeft op dit moment. Niet de hele tijd bezig zijn met, oh, wacht, ik ben. Nee. Nee, maar dat is nou precies exact wat inderdaad de oplossing is. Is dat je dan inderdaad heel erg in het moment iets gaat doen waar jij heel blij van wordt. Waardoor sowieso je energie lekker hoog is. En dat trekt het alleen maar meer aan. En dat is natuurlijk fantastisch als je dat eenmaal weet. Van hey, oh, ja, dat is, ik moet het vooral, want het is natuurlijk inderdaad de kunst van het loslaten. Ja. En het vertrouwen, dat is de grootste uitdaging van dat hele verhaal. Ja, je want moet het niet te jezelf veel mee bezig voorstellen, zijn. dat is niet zo moeilijk. Als je dan al mee bezig bent, zoals bijvoorbeeld nu denk ik, hey, ik ben hier en ik vind het leuk om dingen te vertellen. Maar dat ik niet constant denk, oh ja, dan vertel ik dit, want dit is, weet je, dit is positief voor het universum. Dan denk ik, ja, kom op, ik ben maar mijn verhaal aan het vertellen. Want anders dan word je, nou, voor mij zou ik daar helemaal gek van worden. Ja, dat is een beetje, het is een beetje control freakerig ook, hè, ja, ergens. Je moet het gewoon rustig nemen. En dat vind ik nogal lastig, omdat ik vaak als ik dan enthousiast over iets ben, dan denk ik, ah, wat ga ik dat schrijven? Dan zie ik dat. En dan kan ik bijna de rust niet vinden. Dan denk ik, dan ga ik gewoon 10 uur schrijven. En ja, dat ik wel heb moeten leren van af en toe neem je gewoon in, even, weet je, is het goed, even niks. Even een rondje om, eventjes uit het raam staren, eventjes een beetje even gewoon contemplatie iemand tijd. bellen of gewoon iemand toegaan. Ja. Uh, Ja. ja.
Die dingen inderdaad. Maar gewoon de dingen die voor jou, nou ja, waar jij blij van wordt, dat voor jou werkt, waar jij energie van krijgt of rust van krijgt of wat je dan nodig hebt. Ja. Ja. Hey Koen, nou, ik hoor al heel veel gouden dingen, maar ik vind het altijd leuk om het nog eventjes specifiek te hebben over jouw goud. En ik zie het goud eigenlijk als alles wat je in je leven tot dusver hebt verzameld aan kennis, ervaring, skills, maar ook levensinzichten. En als ik nou jou zo de man afvraag, wat is jouw goud? Wat denk jij dan dat is? Dat vind ik wel moeilijk. Ik denk, ja, de kracht van verbeelding. Daar zit het heel erg. Omdat je, voor mij zit het daarvan, ik zie iets en ik verwonder me daarover en denk, oh, wat nou als ik kan dit doen of ik kan door de natuur rennen in Flevoland. En dan zie ik dat zo voor me. Ik denk, oh ja, dat is hier allemaal natuur. En Flevoland hebben we allemaal aangelegd, maar het is allemaal natuur. En ga ik dat doen? En oh, dan ga ik daar helemaal rondrennen. En weet je, dan een ode aan de natuur. En weet je, dat is goud. Want dan komt er gewoon iets binnen. Doordat ik aan het rennen was, kwam dat binnen. Toen dacht ik, oh ja, dat ga ik doen. En achteraf dacht ik, hé, maar waarom ga ik dat nou maar doen? Ja, maar dan weet ik dat op dat moment ontstaat dat. Dan is er een soort. Er was echt verbazing dat ik dacht: wat is Almere, wat is Almere soms mooi? Dat ik echt dat nooit had verwacht. Dat ik dacht: ja, Almere is gewoon heel lelijk. Sorry dat ik het zeg. Maar toen was ik daar en ik dacht: wow, er zijn heel veel mooie stukken. Wat nou? Ja, zo. Dus dat is. Ja, wat is dat dan? Dat is de kracht van. De kracht van gewoon. Kind zijn eigenlijk in alles. Zo noem ik het vaak. Want ja. Kinderen kunnen dat verwondering, vaak. Hè? Verwondering. Ja. Ik moet denken aan, wat een fotograaf ooit zei. Die ook in het Permanent Beta netwerk zit, waar wij ook in zitten. Daniel Massin heet hij. Hij noemde het wondering and wondering. Dus terwijl je onderweg bent, je verwonderen over dingen. Ja. En die combinatie, die wekt dat ook op. Maar altijd met een soort kinderlijke frisse blik van... hé, hey, wat is dit? Oh, wat is hier? Een soort exploreren. Ja. En dat je dat er gewoon een soort ook volgt. En dat je dus voelt van, oh, moet dat doen. En dat je ook niet gaat vragen vooraf van... ja, maar dit en dat en dat. Nee, je doet dat. En dan ben je ultiem in het moment, denk ik. Ja. Ja, en dat is puur goud. En dat lukt. Dat is puur goud, als je dat kan. Ja, maar dat lukt, weet je, dat lukt heel vaak ook niet. Maar als het dan een keer lukt, dan denk ik, wow, oké. Ja. Ja. Ja, want het is niet iets, ik denk niet, ja, je kan het wel leren. Ik denk dan wel dat je het kan leren, of dat je het kan, soort van, net als een spier, soort dat je toch, als je het meer gaat doen, als je gewoon... Ja. Wat meer zonder oordeel naar dingen kijkt, dat je dan die nieuwsgierigheid wel kan activeren of kan misschien wel vergroten zelfs. Ja, er zijn heel veel manieren om dat te doen. En ik ben er ook niet altijd achter hoe het werkt. Nee. Jij hebt het al van nature een beetje in je. Ja, ik heb het altijd wel gehad. Dat ik, sommige mensen noemden dat dan naïef. Ja, maar dat kan toch niet, dat is toch raar, of je bent een beetje ben jij nou allemaal aan het doen, maar dat ik gewoon iets, ik heb dat van natuurlijk, beter nog op festivals, dan waren we op een festival en dan zag ik iets en dan en dan ging ik daar gewoon naartoe en dan vroegen mensen later, oh, waar is Koen eigenlijk, ja, ik weet niet, die liep ergens naartoe en dan, had ik ergens iets gezien en dan dacht ik, hier ben ik naartoe, dit trekt mijn aandacht. Dat heb ik altijd wel gehad en ik heb dat altijd heel erg verwacht, met dat ik dan snel afgeleid ben, maar dat is juist niet. Ik zie dingen en dan ben ik daar volledig op gefocust en dan vergeet ik alles om me heen en dat is ook
iets heb wat ik enorm in mezelf heb leren waarderen. Dat ik Ja. daar kan, dat ik echt alles kan om mezelf, ja, om me heen wel kan voelen, maar gewoon echt gewoon daarin zit, daarin ben. Ja, ja dat is goud, joh. Als je dat kan, dan is, ja, kan je dat niet aan iedereen leren. Om met jouw pad mogen om dat ook te ervaren. Ja, ik heb ook wel Fantastisch. mensen, de mensen die je onderweg ontmoet, die leren je dat dan soms. Ook de man waar ik hier ben in Amsterdam, een vriend van mij, die heeft dat ook gewoon in zich. Altijd dat, oh, wat zou hier nou weer gebeuren? Ja, ik ben wel nieuwsgierig. En, oh, wat leuk dit, maar ik ben benieuwd. Gewoon zo, dat hij ook zo in het leven staat. En dan steekt dat elkaar aan en Ja, dan werkt het ook goed. leuk. Ja. Ja, ik zie je al helemaal inderdaad zo op struintochten en dan zo. Oh, eens kijken wat er hier is. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Ik doe het ook best wel vaak bijvoorbeeld in Amsterdam. Ik woon hier al 32 jaar, nou, super lang. Dus je zou denken dat ik het wel redelijk ken. Maar dan nog, dan kan ik zo gaan wandelen en wandelen. En dan denk ik, oh, vandaag ga ik eens eventjes dit straatje in. En dan loop ik dat straatje in. En dan kom ik bij een winkeltje. En dan word ik daar helemaal naartoe getrokken. En dan loop ik dat winkeltje in. En heb daar een fantastisch gesprek met iemand. Dat je denkt van, hè? Oh, wat leuk. Nou, als ik gewoon de standaard weg had gekozen, dan was ik hier nooit Ja, beland. En nu heb ik een mooi. avontuur. Nou. En ja, daar hou ik van. Dus dat is, ik herken het erg. En ik vind het ook heel leuk dat ze. Ik zou willen dat iedereen dat had. Want het lijkt me heel verfrissend en leuk. En ik vind het dus ook heel inspirerend. En dat is meteen mijn bruggetje naar de volgende vraag. Wat is jouw favoriete boek en waarom? Oh ja. Mag maar één kiezen. De Kleine Prins Oh van ja. zijn naam nooit uitspreken, Antoine de Ja, Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. Ja, zoiets. En ja, dat is dan een boek wat ik ook vraag voor een verjaardag, want ik ben 5 mei jarig. En dat heb ik nog niet aan mijn ouders gevraagd, maar nou ja, ik vraag nooit cadeaus, want ik wil nooit. Ja, ik wil nooit spullen, maar dat is eigenlijk een boek wat ik altijd, ik denk gewoon van nu tot in, maar niet tot in de eeuwigheid, maar voor een hele lange tijd gewoon met me wil meedragen. Het boek heb ik niet in mijn bezit. En dat is nou echt iets wat ik dan altijd bij me zou willen hebben. Wat leuk. Ja, ik zit te denken. Ik denk dat ik heb hem hier wel liggen, maar die is in bad gevallen. Dus die is helemaal zo. Sowieso wil ik dan een hele kleine, handzame Ja, het is echt versie. zo. Het is zo'n mini boekje is het echt. Maar het is ook even. Ik heb naast De Alchemist van Paulo Coelho. Is inderdaad De Kleine Prins. Dat is ook zo'n eentje die gewoon. Ja, die blijft altijd weer terugkomen. En die kan je ook 100 keer lezen en het blijft mooi. Ja. Er zitten elke keer laagjes in. Ja, daar zit Nummer zoveel in, dat is ook niet. Ja, maar er zit ook die verwondering en dat Ja. voorstellingsvermogen in. En ook een Ja. beetje het schoppen tegen de maatschappij op een mooie manier. Dat Ja. ridicule karakters in zitten dat je denkt, wat is hij nou aan het doen? Oh ja, dat is ook wat we heel erg in de maatschappij af en toe doen. Dit boek is uit, ik denk uit de jaren 40. Maar goed. Zo, dat vind ik zo bijzonder dat toen eigenlijk al op die manier zo omschreven was. Ja, dat klopt. Ja, mooi voorbeeld. En heb jij ook iemand die een voorbeeld voor jou is? Nou ja, had het er straks al over dat je een ode ging geven aan. Nou, ben zijn naam kwijt. Jacques Brel. Ja, Jacques Brel, precies. Maar heb je nog andere mensen die een voorbeeld voor jou zijn? Jawel, ja. Ja, Jacques Brel is ook wel meteen mijn allergrootste held. Ik vind het altijd zo moeilijk wie er dan op nummer 2 zou Ja, komen. of een ondernemer waarvan je zegt van, ja, dat vind ik een bijzonder iemand. Of een, ja, nou ja, Jacques Brel is natuurlijk een zanger, schrijver. Ja. Nee, iemand die ik sowieso heel erg bewonder hoe hij dingen beleeft, is een vriend van me, Wout. Wout van Wengerden, kwetsbare held. Ja. Ja, maar
Hij kan alles van zichzelf erin gooien en dan daar helemaal zich soms in verliezen. Maar ja, weet je, ik voel gewoon dat hij zo oprecht zichzelf is en soms ook worstelt met hoe hij dan ja, zelf dingen beleeft. Ja, dus ik vind het mooi om hem bezig te zien. Ja, Dat is nou, voor eens, mij iets. eens. Ja, Ja. het is een bijzondere Ja. gast, absoluut. En mooie film had hij ook gemaakt, een hele kwetsbare film ook over de liefde en hoe hij zich Ja, daartoe en dat heeft hield. mij ook weer geïnspireerd om dingen te doen. Ja, want het is echt de kwetsbare held, maar kwetsbaarheid voor een man op die manier laten zien, ja, is wel knap. Ja. En, maar dat zit, ja, hij kan ook niet anders of zo. Het zit ook wel echt in hem om dat zo te doen, inderdaad. Het is 100% echt. Want ik ben met je eens, ik voel dat ook zo. Ja, mooi voorbeeld. Leuk. Ja. Koen, als ik jou echt zou kennen, wat zou ik dan weten? Oeh, ik zou echt niet weten. Dat ik heel veel twijfel en ook heel gevoelig ben. Ja, dat zijn wat dingen die dan van me te weten komt. Ja. Weet je, ik kan heel groot dit en voor alles groot maken, maar uiteindelijk. Ja, ik ben ontzettend gevoelsmens en ja, ik twijfel ook over van alles en maar ja, dat. Ja. Supermooi dat je Ja. dat durft te delen. En ik denk ook dat dat juist je kracht is. Want Ja. ja, twijfelen is ook verwondering, hè? Niet zeker weten. Is ook. Ik denk niet zeker weten is ook, of ja, twijfel, dat zou je eigenlijk dan een ander woord voor moeten hebben. Maar is vaak als ik denk, hé, maar kan dit? Dat is, of maar hoe ga ik dan dit en dit? Ja, kan er wel. Dat is vaak, oh, maar dan moet ik dat eigenlijk wel doen. Het is die twijfel wat ook heel veel, nou ja, in het verleden mensen heeft gebracht. Die dacht, ja, weet ik veel, ik moet iets maken, maar hoe ga ik dat doen? Maar ik wil dat heel graag doen. Ik vind het al zo mooi met dat voorbeeld. Ja, daar is zo'n voorbeeld, is misschien niet. Ja. Bijvoorbeeld met die twee mannen die wilden vliegen. Hij zegt, Broeders Wright. En er was nog een andere man, ik ben zijn naam al kwijt, die is ook helemaal in de vergetelheid geraakt. Die had al het geld. En die had alle mensen om zich heen, alle kennis. Maar die miste één ding: de intentie om te vliegen. Of bijna de verwondering van: oh, wat zou er gebeuren als we dit doen en dat doen? En de Woods Wright hadden eigenlijk heel weinig. Had ook helemaal weinig geld, weinig middelen, weinig mensen om zich heen. Maar die hadden gewoon de intentie van: oké, we willen zo graag vliegen. Gewoon vanuit onszelf, van binnenuit willen we dat zo graag ontdekken. Dat ze dat uitvonden. Want ja, nou ja, dat. Ja, want ze waren nieuwsgierig genoeg en ze durfden op hun bek te gaan. Ja, Ze want durfden ook neer te ontzettend storten veel dan gebouwd. blijkbaar, want anders, ja, hè, dat kan je het niet doen. Als je dat Ja. niet durft te riskeren, dat dat kan gebeuren. Ja. Dus dat, ja, een mooi voorbeeld. Ik moest daar ook aan denken. Dat was eigenlijk het eerste wat in me opkwam. Zo van, toen jij zei van, dacht ik, ja, dat is denk ik wel. Maar moet je je voorstellen dat ze dat niet hadden geprobeerd? Ja. Ja, dat is vaak is er gewoon een soort ja, dan is er Ja, Janne, ja, moet ik haar Janne noemen, maar ik moest ineens aan nadenken. Zij zei ooit over mijn reis naar Palermo, van soms heb je van die mensen die iets doen en dat je denkt, hè, kan dit? Ja. Blijkbaar zo. Ja. En dat is heel erg, ja, wat je vaak ook nieuwe dingen
brengt. Dat als je elke keer hetzelfde blijft doen, ja, dan komt, ja, dat is ook weer zo'n. Ik wil eigenlijk vaak niet zo in clichés vervallen, maar dat is wel een beetje wat het is. Als je elke keer hetzelfde blijft doen, dan komt er ook elke keer hetzelfde uit. Ja. Je kan jarenlang overal gaan hardlopen, maar er moet wel ergens een intentie zijn van ik wil lopen om dit of ik wil dat doen. Ja. En niet hardlopen omdat mensen dat van mij verwachten. Nee, en ook niet hardlopen omdat hardlopen nou per se leuk is. Maar omdat er een soort hoger doel. Het is wel trouwens leuk dat je Janne noemt hoor. Want Janne is ook een gezamenlijke vriendin van ons. En Janne die. Janne, vind ik wel grappig dat die dat dan vraagt. Want ik denk dan, als ik kijk naar wat Janne gedaan heeft, de hele wereld rondgereisd en mensen gevraagd heeft naar hun verhaal. Ik heb haar ook geïnterviewd, niet voor een podcast, maar wel voor de Rijke Meisjes, hetzelfde interview als dit. En weet je, zij, ik dacht ook, kan dat? Dat je de hele wereld rond kan reizen om mensen een tekening te laten maken van, ja, van je belevenis van die week. Nou, kan blijkbaar ook. Ja, en zij kan het aan mensen ook leren, die verwondering. Ja. Want ik denk dat zij wel iemand is die dat ontzettend goed kan. En dat echt ook aan andere mensen kan overbrengen hoe dat werkt. Ja. Ja, ja. Het is mooi om haar even te noemen, ja. Ja, want het is ook een voorbeeld van iemand die denkt ook in van, hey, oh, ja, en die gaat dat dan ook gewoon uitproberen. En, ja, want zonder haar reis was ik daar nooit gaan doen. Ja, dat is toch ook interessant. Dat ik nooit naar Palermo ging, zonder dat ja. Zij dat had gedaan. Ja, en ik heb haar geholpen met met het creëren van dat boek. Met die mooie momenten erin. Dat ze echt ook een hele reis was op zich. Dat hele boek samen te stellen. En te kijken van hoe kan je nou mooi al die verhalen daarin kwijt. En wat is de logica van het hele verhaal. Dus dat is ook wel heel, heel grappig inderdaad. Koen, wat zie jij als jouw grootste inzicht of levensles van de afgelopen periode? Ja, het grootste. Daar moet ik wel even over nadenken. Kijk, ik denk toch. Ja. Het grootste inzicht. Ja, toch dat. De kracht. De kracht van mijn gedachten. Dat ik dat. Je hebt er allerlei dingen op mijn pad. Komen daarin. En dat ik daar steeds beter mee om leer gaan. Dat ik leer vertrouwen op van, hey, de dingen die ik wil doen of wil maken, die komen vanuit mijzelf. En dan mag ik erop vertrouwen als die intentie puur en oprecht is. Ja, dat het dan ook gebeurt. Ja. En ik denk dat wel mijn grootste inzicht de afgelopen maanden is geweest. En het andere is vooral ook het gronden. Dus het thuiskomen, zeg maar, zorgen dat je in ieder geval, ja, weet je, stevig staat in waar je bent. En ja, dat is een inzicht geweest van een aantal mensen die me daarin hebben geholpen. En ja, die twee dingen samen. Ja, die hebben er ergens een draai aan gegeven, merk ik. Super mooi. Ik heb dan ook het idee dat dat best wel ook met veerkracht te maken heeft. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet. Hoe zie jij veerkracht? Dat is voor jou. En kan je dat leren? Ik denk wel dat je het sowieso kan je het leren. Veerkracht, ja. Volgens mij is veerkracht is niks anders dan ongeacht de omstandigheden gewoon je dingen doen. En ik, ja, weet je, dan zijn er weer mensen die dat deden. En ik dacht, wow. Nee, iemand die, ik zou het kennis noemen, maar die in een, ze zit in ieder geval in een rolstoel. Maar dat, weet je, dat, en zij heeft het heel veel veerkracht, maar dat, het beperkt haar niet. En zij is ook niet, ik noem haar nu heel oneerbiedig het meisje in de rolstoel, maar dat is gewoon om het beeld te duiden.
Want zij doet van alles. Zij gaat zelfs gewoon zeilen of zij gaat dan in gesprek met allerlei mensen, met sporters over wat is veerkracht en wat is vitaliteit. En dan denk ik, wow, dat is, ja, weet je, dat is wat het is. Dus ongeacht je verleden, ongeacht, ja, weet je, waar je nu bent, ongeacht alle omstandigheden, gewoon je, ja, je eigen dingen doen. Dat is veerkracht, denk ik voor mij. En, oh man, dat is zo intens lastig om dat altijd maar te blijven doen. Maar op het moment dat dat gebeurt, ja, dat is ook weer, dat is gewoon, dat is goud waard. Ja, het gaat ook wel een beetje vanzelf, denk ik. Dat eerst denk je van, oh jeetje, hoe ga ik hier nou weer uitkomen? Ja, ja. En dan ben je er weer uit. En dan heb je weer veerkracht gehad. Ja. Een soort spier die je traint of zo, bewust of onbewust. Soms is het ook onbewust, hè, denk ik ook wel, ja. Maar goed, ja, mooi. Mooi, jouw kijk daarop. Ja, iedereen heeft weer een andere kijk. Dus dat is wel grappig om te zien. En ja, nou ja, daarmee gaan we het bijna afronden. Ik heb nog twee vraagjes voor je. Eén is, wat kijk, lees en luister jij op dit moment? Op dit moment luister ik veel podcasts of podcasts van Wayne Dyer. Oké. Dat is wat ik voornamelijk luister. En wat ik lees is nu een boek van. Oh, hoe heet die man nou? Ik heb een boekje natuurlijk nog niet liggen. Limit. Zie, dan kom ik er niet uit. Jim Quick. Limitless heet het volgens mij. Volgens mij heet het Limitless. Ja. Het is een fantastisch boek wat ik hier in Amsterdam ben tegengekomen. Ook over ja, de grenzeloosheid van dingen. Dat alles mogelijk is en dat je jezelf daar ook in kan manoeuvreren. Het is fantastisch. En Ja. wat ik kijk. Ik kijk eigenlijk bijzonder. Weinig. Ik kijk ook weinig. Het is sowieso bijna nooit tv. Maar wat ik nog wel wil zien is The Salt of the Earth. En dat gaat over, als ik het goed heb, gaat dat over geld en het kapitalisme en hoe het hele geldsysteem werkt. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, maar het is een verdiepende documentaire. Die me gewoon, toen ik het zag, denk ik, dat fascineert me. Maar dan moet ik nog een keer induiken. Dus dat is iets wat ik dan zou kijken. Maar ja, ik kijk ontzettend weinig tv. Bijna nooit. Ja. Ja. Nee, dat is wel grappig. Dat is, maar heel veel mensen die interviewen, die kijken helemaal geen tv. Of die hebben geen tv. En die kijken echt heel, heel specifiek naar dingen die ze inderdaad heel leuk vinden. Ja, zomergasten, daar komt Ja. er voor aan. Dat kijk ik. Ja. Ja. Niet alle gasten, maar de meeste gasten wel. Dat vind ik enorm boeiend. En voor mij is dat ook dat ik denk, oh ja, 3 uur lang kijken. Ja. Fantastisch. Andere mensen Ja. denken, oh, 3 uur lang focus. Nee, dat is een hartstikke leuk. En dan zit ik daar helemaal in. Dus daar Ja. kijk ik wel ontzettend naar uit. Maar dat is aanstaande. Theo Maas ging het doen volgens mij. God, ja. Oh. Ja. Ja, Het nou, maar. wordt in ieder geval wel, ja, het wordt wel spannender daardoor. Ik denk dat het wel prikkelend gaat worden, hoor. Tenminste, Ja. wat ik van hem gezien, hij had zo'n serie 24 uur met, dat ze dan in zo'n ruimte en dan 24 uur met hem en dat hij iemand ging interviewen. Hij heeft eerst ook een andere, die, ja, ja, Wim de Jong, ja. Ja, die heeft dat ook gedaan. Dat vond ik ook fantastisch trouwens hoe hij dat deed. Maar dat is ook een soort, ja, ik vind dat dan te kort. Want ik denk, laat het dan echt lang duren ook. Ja. Maar ik vind inhoudelijk vind ik dat wel interessant wat er dan gebeurt met mensen. Als ze dan zo, ja, zo lang bij Ik weet elkaar niet of ik zijn. Dit zou durven hoor. Theo Maas, denk ik, jee man. Weet je, naar Janine Albring had ik nog wel aangedurfd. Maar, weet je, ja, ook niet. Het is ook wel moeilijk. Maar de gast, ze ooit te gast zijn met Theo Maas. Ja, weet je, anders denk je, ja, fuck it, waarom niet eigenlijk? Kan wel. Ja, maar je bent ook een Brabander, dus je kan op zich. Nou ja,
Maar ja, ik denk dat dat scherpe interviews gaan worden, ja. Ja, dus Ja, dat is heel naar uitkijken. Ja. denk wel dan boeiend ook. Dus leuk. Ja, Nou ja, zeker. Ja. mooie reminder ook inderdaad, want ik was het alweer even vergeten, maar ik had het wel langs zien komen. Koen, waar kunnen mensen jou vinden als ze iets over jou willen weten? Ja, ze kunnen desten naar mijn website, koenkuipers.com. Dat zou ik dan eigenlijk moeten spellen, maar mijn naam zou Nee, kunnen. we zetten het in de show notes. Komt goed. Oké. Ja. Want het wordt altijd verkeerd gespeld. Ja, dat geloof ik. Dus daar op de website koenkuipers.com. Ik heb ook nog een website over de hardloopreis naar Palermo. MoveTheEarth.run. Koenkuipers.com kan je mijn boek en mijn dichtbundel ook bestellen. Cool, Ja. ja. Het is leuk. Ik hoop dat mensen het doen, want het is heel inspirerend. Nou, je dichtbundel heb ik overigens, die heb ik niet gelezen, moet ik eerlijkheidshalve bekennen. Maar ik heb wel dingen langs zien komen daarvan. En de hardloopreis, ja, die heb ik natuurlijk wel gelezen. En ja, dat is ook een heel mooi boek. Dus nou, ik hoop ook dat je, ja, dan kunnen mensen dan waarschijnlijk ook daar terugvinden. Of via je social media kanalen, waar je te vinden bent binnenkort. Of je nog ergens op een podium gaat. En waar ze dan eventueel naar luisteren. Dat is natuurlijk ook leuk. Nou ja, dat staat dan gek genoeg nog helemaal niet op de website. Maar ik treed de 23e op in het Ramses Shaffy-huis in Amsterdam. Ja, Ramses is ook een van mijn helden. Omdat Ramses als geen ander kon. Ja, weet niet, als ik zijn leven een beetje zie, dan zou je kunnen zeggen. Want ik ken hem natuurlijk niet. Van hij zwerft rond en hij maakt liedjes en hij beleeft van alles. En ja, dat ik dan in dat huis mag staan om daar gedichten voor te dragen. En het is fantastisch. Ja, dus dat is 23 april in de middag. Ja. Leuk, nou Dat ja, staat goed. dus niet op mijn website. Ik heb daar nog helemaal niet. Ja, nog helemaal Dat staat dan nergens wel op mijn geschreven. socials, maar niet, dat nog niet op de website. Nee. Maar dan kunnen ze dan op je socials, want als ze jou gaan zoeken, dan vinden ze je heus wel ook op Facebook en op de andere kanalen die er allemaal zijn. Heb je nog een afsluitende tip of iets, een quote of iets wat je mee wil geven aan de luisteraars? Nou ja, het belangrijkste is voor mij is van leef je eigen leven. En het is zo eenvoudig. Of nou ja, het is een heel eenvoudig statement, maar het is heel moeilijk om te realiseren. Maar tegenwoordig sta ik bijna elke dag wel op van dat je denkt, wat wil ik vandaag geven of doen of maken? En ja, hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet. En ja, dat als ik daarmee bezig ben, dat dan die dingen ook ontstaan. Dus nou, dat is denk ik de belangrijkste boodschap. Creëer vooral je eigen leven. Ja, supermooie boodschap vind ik persoonlijk. Dus dat is heel mooi en inspirerend om deze podcast mee af te sluiten. Dank je wel, Koen, voor jouw inspiratie en het delen van jouw verhaal. Supermooi. Ja, heel graag gedaan. En dank je wel voor het luisteren, lieve luisteraars. En nou, als je het leuk vond, laat een reactie achter. En ja, tot de volgende keer. Ciao. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Met twee aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.